Het geneesmiddel van de week is oseltamivir. Wellicht is dit geneesmiddel ook bij jullie bekend onder een van de bekende merknamen Tamiflu. Oseltamivir behoort tot de geneesmiddelgroep neuraminidase remmers en wordt gebruikt bij de behandeling van influenza. Soms wordt het ook ingezet ter preventie ervan. Zoals in het farmacotherapeutisch kompas te lezen is, de toepassing van deze antivirale middelen is echter beperkt tot zeer specifieke situaties en met voorbehoud van beperkte evidence. Want bij de meeste mensen die ziek zijn van influenza gaat dit zonder behandeling met antivirale middelen en een beetje support of care zoals paracetamol gewoon weer over. En de mensen die risico lopen om ernstig ziek te worden van influenza, wordt geadviseerd zich te laten vaccineren. Oseltamivir heeft dus geen duidelijke meerwaarde boven een symptomatische behandeling van influenza en de jaarlijkse griepvaccinatie. Gebruik van oseltamivir wordt alleen overwogen bij patiënten met een groot risico op complicaties die niet gevaccineerd zijn of bij wie het vaccin onvoldoende werkzaam is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer blijkt dat het epidemische virus en de vaccinstam onvoldoende verwant zijn. Alleen bij hoge uitzondering kunnen deze middelen worden ingezet als pre- of post expositie van influenza. Als je overweegt een behandeling te starten, dan moet deze starten uiterlijk 48 uur nadat de symptomen zijn begonnen of na contact met een geïnfecteerd persoon. Iets meer over de werking van dit geneesmiddel. Oseltamivir is een prodrug. Dit betekent dat er pas sprake is van werkzaamheid na de omzetting. In dit geval van hydrolyse tot de actieve metaboliet oseltamivir carboxylaat. Dit is een neuraminidase remmer. Neuraminidase is het oppervlakte enzym van het influenzavirus. Neuraminidase stimuleert de penetratie van het virus en faciliteert de vrijgifte van een nieuw gevormd virus. En zo wordt de remming van neuraminidase dus virale replicatie voorkomen. Op de dia zien jullie een schematische weergave van deze werking. Bijwerkingen die zeer vaak, dus bij meer dan 10% van de gebruikers voorkomen, zijn hoofdpijn en misselijkheid. Bij kinderen tot 12 jaar is het bijwerkingenpatroon anders en zijn hoest, verstopte neus en braken de bijwerkingen die vaak voorkomen. Contraindicaties en geneesmiddelinteracties zijn er nauwelijks. Maar als je bij waarschuwingen en voorzorgen kijkt in het farmacotherapeutische kompas, zie je wel iets anders belangrijks. Resistentie van influenzavirussen voor oseltamivir komt voor. De gevoeligheid voor oseltamivir en prevalentie van dergelijke virussen blijken per seizoen en geografisch te verschillen. Samenvattend: oseltamivir is een antiviraal geneesmiddel dat valt onder de remmers. Het wordt in beperkte mate toegepast als behandeling of profilaxe van influenza. Er zijn bijwerkingen en die zijn mild. En reversibel van aard. Er kan resistentie optreden tegen dit geneesmiddel.